gluren bij de buren op de Van Koevedreef bij u thuis. Waarom? Ja, we hebben een grote huiskamer en ik vind het ook leuk om muziek te maken. En dat bij elkaar gecombineerd, dachten we van nou laten we eens een keer meedoen. En dan kunnen we ook eens een keertje ergens naartoe werken. Om eens een keer iets goed uit te voeren en iets goed neer te zetten. Dus dat is zo'n gluren bij de buren is ook zo'n moment zeg maar, waar je echt naartoe werkt. Dus je probeert iets echt af te maken en daar is het ook heel leuk om te doen. Was vermeid ich denn die Wege, wo die anderen wandern gehen? Waarom heeft u meegedaan aan gluren bij de buren? Ik werd uitgedaagd door de huisbaas, zullen we maar zeggen, om ook eens een keertje mee te doen. Om inderdaad wat neer te zetten bij gluren bij de buren. En het is heel leuk, het is kleinschalig. Het is een beetje tussen de schuifdeuren idee, dus het is niet zo spannend als dat het kan zijn. Dus ik vond het heel leuk om samen mee te doen. Gefrorene tropfen vallen van mijn wangen af. Ob es mir denn entgangen, dass ich geweinet hab. Wat vond je ervan? Ik vond het erg mooi. Gluren bij de buren is natuurlijk sowieso erg leuk. Je ziet weer mensen uit de wijk. En dat is toch altijd weer een verrassing wie je eraan treft. En ik vond de muziek ook erg mooi. Heel indrukwekkend. Zo'n winterreis met allemaal liefdesverdriet. Wie nog Wat vond je ervan? Dat is heel mooi. Wat vond je mooi? Mooie muziek, mooie piano gespeeld en heel mooi gezongen. Ga je ook nog naar andere activiteiten? Ja. Ik ben al bij het concert geweest in de tuin, op de Van Koevedreef, de natuurtuin. Ja. Koor en ik ga dadelijk nog naar die reggaeband. Jullie hebben een optreden gedaan voor gluren bij de buren. Waarom doen jullie dat? Ja, gewoon voor de ontzettende lol en de knusheid. En dat je hier in een huiskamer staat van superlieve mensen. En dat het volstroomt en dat mensen gewoon uit hun dak gaan eigenlijk. Nou staan jullie gewoon hier in een huiskamer in Overvecht. Heel anders dan normaal? Nee, niet heel anders dan normaal. We spelen veelal bij iemand thuis, ook als we oefenen. En, dus we zijn wel gewend aan dit soort gelegenheden. En altijd superleuk en heel direct contact met de mensen.